De faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen, FWNW, is gastvrouw van de 17e jaarlijkse meeting van Cari Science met bijbehorende conferentie. Cari Science is een subregionaal netwerk van wetenschappers dat ernaar streeft theoretische en praktische kennis in de fundamentele toegepaste wetenschappen in het Caribisch gebied te versterken. Professor Dayer Narin Singh, president van Cari Science, zei in zijn opening speech dat Cari Science als doel heeft oplossingen te vinden voor problemen van het Caribisch gebied. Foster the development of graduate programs that would prepare our knowledge workers, our future workforce, to think analytically, creatively, and critically, and to communicate effectively in a national, economic, and social cultural context. We also serve as a resource for the evaluation and negotiation of technical cooperation to regional organizations, including the CARICOM governments. And of course, very importantly, is the advancement of our young scientists, the future of our region. Professor Narin Singh gaf verder aan dat regionale regeringen nu beseffen dat wetenschap en technologie belangrijk zijn voor de sociaal-economische transformatie die tot een duurzame ontwikkeling van onze regio kan leiden. Shanti Venetiaan, decaan van de faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen, is blij dat deze conferentie, ondanks de precaire financiële situatie van het land, toch georganiseerd kon worden. Professor Jack Menke, voorzitter van het ARECK-bestuur, noemde het een grote eer dat de Anton de Kom Universiteit gastvrouw is van deze Caribische conferentie. Volgens hem heeft het Caribisch gebied met haar kleine bevolking toch verschillende Nobelprijswinnaars opgeleverd. Minister Robert Peneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, MINOC, deelde de aanwezigen mee dat het ministerie het woord wetenschap in haar naamgeving heeft opgenomen, omdat zij onder andere jonge leerlingen vroeg bekend wil laten worden met wetenschappelijk onderzoek. It is expected that this action will be beneficial for the development of Suriname, for the private as well as the public sector. As the Minister of Science Affairs, I am aware of the advantage of the membership of Cari Science. Several of the Anton de Kom University of Suriname scientists have been given the opportunity to travel to member institutes and broaden their network. Through the years, some short courses have been provided by scientists from the Cari Science Network. For the Master in Mathematics organized by the EGSR, the Cari Science played a crucial role. Onderwijsminister Robert Peneu, die vanmorgen de 17e jaarlijkse algemene meeting van Cari Science heeft geopend. Tijdens de conferentie zijn er inleidingen en presentaties verzorgd door onderzoekers die actief zijn in de aandachtsgebieden van Cari Science. De conferentie, die in het IGSR-gebouw is gehouden, is vanmiddag afgesloten.